Hey wens en we gaan van je genieten, Jan. Ja. Ik wil eigenlijk eerst vragen om even te gaan staan. Ja. Omdat ik in de aanbidding voor mijn gevoel een woord voor deze gemeente kreeg vanuit Haggai 2. En ja, dat wil ik eigenlijk over je uitspreken, over je uitbidden. En misschien is het goed om even gewoon arm aan arm, hand in hand te staan met elkaar. En ik werd echt geraakt in de aanbidding. Ik zag, ik wist welke mensen ingezegend zouden worden. En ik denk, wat een prachtige echtparen. En echt heel mooi. En het raakte me op de een of andere manier. En ik dacht, Heer, u heeft zulke prachtige beloftes op dit huis liggen. En toen moest ik denken aan Haggai. En dan zegt hij, de profeet zegt toch tegen Zerubabel. En vandaag is het tegen Pieter Jan en de oudste. Zeg tegen ze dit. Wie is er onder u overgebleven die dit huis gezien heeft in zijn eerste heerlijkheid? Weet je, dit huis bestaat meer dan 40 jaar. En het is een huis geweest waar heel veel gebeurd is. Waar enorme hoogtepunten zijn geweest. Waar echt de heerlijkheid van God was. Ik weet nog dat ik als jonge leider, weet je, naar deze plek toe ging. Omdat God hier was. Hier waren conferenties, weet je, die echt iets te zeggen hadden, die invloedrijk waren. Er straalde echt een krachtig licht, een krachtig geluid vanuit deze kerk, vanuit deze gemeente. En ook voor de jeugd, hè, we weten allemaal baan 7, wat voor invloed baan 7 heeft gehad in dit land uiteindelijk. Maar laten we eerlijk zijn, het is wel uiteindelijk wat uitgedoofd. Maar die beloftes van God, die apostolisch profetische belofte. Dit zou een kerk zijn die een apostolisch profetische stem in het land zou hebben. En ik geloof dat jullie in een tijd komen dat je aan de vooravond staat. Dat God daar herstel in gaat geven. En dat er een geweldig geluid gaat klinken. En dat wordt gesproken in Haggai. Uiteindelijk die belofte komt. En dan zegt hij nu dan, en dat zeg ik ook tegen het nieuwe oudste team. Wees sterk, Zerubabel, wees sterk, oudste. Nog een keertje, wees sterk, heel de bevolking van het land, heel deze gemeente. Spreek de Heer, werk door. Dus ga door, geef niet op. Want ik ben met u, spreekt de Heer van de legermachten. En ik zal dit huis vullen met heerlijkheid, zegt de Heer van legermachten. En de heerlijkheid van dit toekomstig huis zal groter zijn die dan van het eerste. Ja? Vader God, ik dank u wel, Heer, voor deze gemeente, Heer. Heer, voor de geweldige beloften die liggen op dit huis, Heer. En ik dank u wel, Heer, voor die mannen die hier gepioneerd hebben, Heer. Heer, Cor heb ik nog hier zien staan. Wilf is niet meer in ons midden, Heer. Matthijs, Heer, die zijn hier begonnen, Heer, met een droom, met een visie, Heer. En er waren beloftes, er waren profetische woorden, Heer. En we willen u bedanken voor alles wat u heeft gedaan, Heer, voor de heerlijkheid die was op dit huis, Heer. We willen ook danken voor de crisissituaties, Heer. Ook die uiteindelijk brengen goede dingen voort, Heer. Die hebben ook geslepen, Heer. Maar we willen ook bedanken dat er een nieuw seizoen gaat komen. Waarin u herstel gaat geven, Heer. En deze gemeente weer een apostolisch profetische stem in het land gaat geven. Heer, dat hier weer een licht vanuit zal gaan, Heer. Dat leiders, Heer, weer hier naartoe zullen komen. Omdat hier conferenties zullen plaatsvinden. Waar ze gevoed worden, waar ze geïnspireerd worden. Waar ze herstel zullen vinden van de pijnen en van de vermoeidheden die ze hebben. Heer, dat zal weer een huis zijn, Heer, waar uw glorie hersteld gaat worden. En dat zal groter zijn, Heer, dan ooit geweest is in het huis, in Jezus' naam. Amen, amen. Geef God een applaus, hij is goed. Ja. U mag gaan zitten. Het is alweer een jaar geleden dat ik hier geweest ben. Ik spreek één keer per jaar. En ik vind het de vorige niet meer altijd te komen. Wie weet er nog waar ik vorig jaar over gesproken heb? Weet u het echt niet meer? Ik wel. Ja. Ik weet het nog heel erg goed. Wat zeg je? Hè? Nee, ik heb over de Heilige Geest heb ik gesproken. Dat is wel een goede poging van je. Ja. Nee, want ik. Voor Pinkster, want ik heb bij jullie in juni gesproken. Voor Pinkster ben ik zo aangeraakt door de Heilige Geest. Ik had in de gemeente gesproken en ze draaien het lied van Martin Smith, Come Holy Spirit. En dat nummer raakte me zo. En dan heb ik van die gemeente naar huis, heb ik 40 minuten lang alleen maar dat nummer gedraaid in de auto. En tranen stroomden over mijn wangen. En dat nummer, dat is een schreeuw naar God om een nieuwe uitstorting van Gods geest.
De schreeuwende lied is: Heer, uw kerk heeft weer een uitstorting van de Heilige Geest nodig. Ik heb zo gehuild. En ik reed de vloerronde in de straat waar ik woon. En ik hoorde de Heilige Geest zeggen: ik wil dat je over mij, over de Heilige Geest, een boek schrijft. Dat je de kerk voorbereidt op een grote opwekking die dit land gaat treffen. En mensen moeten weer bekend worden met het werk van de Heilige Geest. En toen, zeg maar, ben ik gaan schrijven. En in die periode heb ik hier gesproken. En die preek ging ook over de Heilige Geest, omdat ik er zo enorm mee bezig was. En nu een jaar later is het boek er uiteindelijk. Uitgegeven bij Kok Boekencentrum. Die zit in de traditionele hoek. En deze man is ongelooflijk blij met het boek. Hij zegt: Jan, dit is wat de kerk uiteindelijk nodig heeft. Deze boodschap over het werk van de Heilige Geest. Wie mag ik blij maken met dit boek? Is er iemand die... Ja, jij was heel snel. En voor de oudsten, als jullie straks even bij me komen. Ik wil jullie de kerk Gods meesterwerk even aan de nieuwe oudste echtparen wil ik geven. Je kunt de afloop afrekenen. Ik heb een pinapparaat bij me trouwens. Ja, jij denkt het. Goed. Ja. De titel van mijn preek is, ik zal proberen het kort te houden, maar ik weet niet of dat lukt. Maar ik merk vanzelf wel als jullie onrustig worden. De titel van mijn preek is: Wie ben ik? Wie ben ik? Of wie ben ik? Ja. Er is een uitspraak van Mozes die hij doet in Exodus 3 vers 11. Dat zijn woorden van een van de grootste leiders die ooit op aarde heeft geleefd. Ja, een geweldig leider, dat weten we met elkaar, waar heel veel over geschreven staat. Wie ben ik? En dat is een hele belangrijke vraag. We leven in een tijd waar leiderschap enorm belangrijk is. Waar leiderschap ook onder druk staat. In de politiek met name. We geloven niet meer in de integriteit van onze leiders. We twijfelen aan van alles. En ze hebben ook misbruik gemaakt vaak van hun positie. En dat is eigenlijk wat je steeds weer ziet gebeuren. Ja, dat zie je in bedrijven, dat zie je in de politiek, maar dat zie je ook in kerken. Pieter Jan noemde even dat Jezus had gezegd: mij is gegeven alle macht in hemel op aarde. En hij delegeert een stuk macht uiteindelijk aan ons. Maar helaas wordt er vaak misbruik gemaakt van macht, ook door leiders. Ik las een tijdje terug een uitspraak van meneer Colson, Charles Colson. En die is in begin jaren 70 is hij adviseur geweest, een belangrijk adviseur van president Nixon toen in Amerika. Deze man heeft ook in de gevangenis gezeten, is tot bekering gekomen. En die deed de volgende uitspraak. Hij zegt: macht is net als zout water. Hoe meer je ervan drinkt, hoe dorstiger je wordt. De verleiding van de macht kan zelfs de meest vastberaden christen losmaken van de ware aard van christelijk leiderschap, namelijk dienstbetoon aan anderen. En zegt hij het volgende: als je op een voetstuk staat, is het moeilijk de voeten van de mensen beneden je te wassen. Nog een keertje: als je op een voetstuk staat, is het moeilijk om de voeten van de mensen die beneden je zijn nog te wassen. Nou, als er iemand was die natuurlijk een uitmuntend leider was, dan was het Jezus. En Jezus was in staat om zijn macht, zijn gezag, zijn autoriteit, zijn positie af te leggen. En de gordel van een slaaf om te doen en de voeten van zijn discipelen te wassen. Ik hoop dat je beseft wat een ongelooflijk moment dat geweest moet zijn. Ja. Want dat was echt slavenwerk. En op dat moment was er blijkbaar geen slaaf om de voeten te wassen toen ze aan een maaltijd gingen. En niemand wilde zich vernederen voor de ander om de voeten van een ander te wassen. En Jezus doet dan zijn rabbi-kleed af. Hij legt zijn positie af. En hij doet een doek om zijn middel. Dat is de kleding van een slaaf die altijd een doek bij zich had om schoon te maken. En hij begint de voeten van zijn discipelen te wassen. Hij is bereid om zijn positie neer te leggen, zijn macht af te leggen en om uiteindelijk te dienen. Het kon niet, dat is wel belangrijk, daar gaat mijn preek over, omdat Jezus wist wie hij was. Alleen als je weet wie je bent, kun je op die manier uiteindelijk dienen. En heel veel mensen en heel veel leiders weten niet goed wie ze zijn. Hij zegt in Johannes 13 vers 3, in de context van die voetwassing, er staat er: Jezus, die wist dat de Vader hem alle macht had gegeven, zie je dat? Wat Pieter Jan zei, hij heeft me alle macht gegeven. Dat wist hij. Dat hij van God was gekomen en weer naar God terug zou gaan, die stond tijdens de maaltijd op. Dus Johannes onthult hier de reden waarom Jezus in staat was om zo te dienen, om een dienend leider te zijn. Omdat hij wist wie hij was. Jezus kende zijn hemelse identiteit. Jezus hoefde zijn positie niet te verdedigen. Ja. Jezus kon ten alle tijden afstand doen van zijn positie en een dienende houding aannemen, opnieuw omdat hij wist wie hij was.
Nou, mijn vraag aan de leiders hier vandaag, die zijn ingezegend, maar aan de hele gemeente. Weet jij wie je bent? En voordat je te snel zegt, ja, dat weet ik wel. Heel veel mensen weten niet werkelijk, weten niet echt wie ze zijn. En dit wil ik je kort even in meenemen. Paulus geeft een antwoord op die vraag eigenlijk. Die vraag van, hé, wie ben je? Paulus schrijft in Efeze 2 vers 10, want wij zijn zijn maaksel. Daar vertelt hij uiteindelijk wie we zijn. Nou, ik merk al, deze uitspraak maakt weinig indruk op jullie. Ik had verwacht, toen ik had gezegd, wij zijn zijn maaksel, dat je van je stoel af zou vallen. Misschien als ik het probeer in het Grieks, dat je dan wel van je stoel afvalt. Want in het Grieks staat er, want maaksel, ja, dat is toch een beetje een woord van iets wat uit de oven komt, hè, maaksel. Dus dat is niet zo bijzonder. Maar in het Grieks staat daar een prachtig woordje. Er staat, want wij zijn zijn, en dan komt hier, nou val je van je stoel, let op. Wij zijn zijn poema. Voel je hem? Ja? Voel je hem? Poema. Waar moet je aan denken als ik het woord poema zeg? Poëzie, ja, ja. Het betekent ook letterlijk kunstwerk of meesterwerk. Heel veel Engelse vertalingen vertaalt het met jij bent, of wij zijn Gods meesterwerk. Dat is wat. Besef je dat jij Gods meesterwerk bent? En dan moet ik natuurlijk even uitleggen. Weet je, je bent geen gebruiksvoorwerp. Veel mensen denken nog steeds dat ze een gebruiksvoorwerp van God zijn. Maar God heeft je niet gecreëerd als een gebruiksvoorwerp. Gebruiksvoorwerpen die komen met miljoenen uit de fabriek op de lopende band. En die zijn allemaal exact hetzelfde. Je bent geen gebruiksvoorwerp, nee. Jij bent een meesterwerk. En van een meesterwerk is er maar één. Is er maar één. Ja, er is maar één nachtwacht van Rembrandt geschilderd. Ja, er zijn wel heel veel kopieën. Ja, en die hebben mensen dan ook in hun kamer staan. Maar ik heb nog nooit een rij Japanners voor een huis zien staan om een kopie te bekijken van de nachtwacht. Maar ik zie wel rijen Japanners in het Rijksmuseum om het origineel uiteindelijk te zien. Er is maar één nachtwacht. Er is maar één vijfde symfonie van Beethoven. En ik als Ajax-liefhebber en Rob die schreeuwt nu ja, er is maar één Johan Cruijff. En zo is er ook maar één van jou. Jij bent hemels maatwerk. Gecreëerd door God, besef je dat, op een unieke manier. Als je de hele geschiedenis zou kunnen napluizen, er is niemand ooit op deze aarde geweest die was zoals jij. En hoe lang er ook nog leven zal zijn, er zal ook nooit iemand opnieuw geboren worden die exact is zoals jij. Jij bent echt uniek. Met een uniek karakter, unieke eigenschappen. Ja, er is niemand zoals jij. Maar het trieste is, we zijn allemaal geschapen als een uniek wezen. Maar velen van ons sterven als een kopie. En dat is de grootste zonde die er is. Sterven als een kopie. En niet te leven de versie zoals God het uiteindelijk bedoeld heeft. En er gebeuren allerlei dingen in ons leven, ook in mijn leven, waardoor die originele versie die God bedoeld heeft, er niet uitkomt. Dat heb ik natuurlijk ook in mijn leven meegemaakt. Weet je, maar je bent wel als die unieke persoonlijkheid geboren. En je hebt de verantwoordelijkheid om uiteindelijk daar terecht te komen. De Jan die je nu ziet is zo lang verborgen geweest. Die heeft er zo lang niet mogen zijn. God had een bedoeling met mij, creëerde mij. Met het karakter wat ik heb, met de talenten, met de gaven. Hij creëerde mij. Maar ik groeide op met een vader die me nooit bevestigde. Die stil was. Die zich nooit uitte, nooit zei, Jan, ik hou van je. Of Jan, ik ben trots op je. Dus op de een of andere manier werd mijn vader was een echte kerel, een echte man. Maar die mannelijkheid werd nooit in me vrijgezet. Mijn moeder was een hele angstige vrouw, getraumatiseerd door de Tweede Wereldoorlog. En communiceerde met één ding. Jantje, kijk uit. Jantje, pas op. Jantje, doe maar niet. Jantje, dat kun je niet. En wat krijg je dan? Als je die twee bij elkaar stopt en je bent daar een kind van, krijg je een heel onzeker kind. Iemand die niet weet wie die is. Iemand die geen ruggengraat heeft. Iemand die uiteindelijk een people pleaser wordt. Die zich uitslooft voor zijn moeder om er aardig gevonden te worden. En iemand die dan op zijn 11e jaar seksueel misbruikt wordt door een oudere jongen. Omdat hij geen ruggengraat heeft. En iemand die op die manier een enorme bedekking zeg maar, over zijn leven trekt. Om de pijn weg te stoppen. En daarna maak ik nog allerlei dingen in mijn leven mee. En heel lang is de Jan die je nu ziet, is verborgen gebleven. De versie die God bedoeld had, was niet zichtbaar. Door allerlei situaties in het leven. Maar ik heb ervoor gekozen
om de pijn die ik heb opgelopen in het leven onder ogen te zien. En te kijken, Heer, maar ik wil wel die beste versie van Jan-Paul wil ik worden. En dat is een reis die je maakt. En dat is een reis die we uiteindelijk allemaal moeten maken. Want opnieuw, jij bent uniek. Steve Jobs, de grondlegger van Apple, die zei, je tijd is beperkt. Verspil die niet door het leven van iemand anders te leven. Laat je eigen innerlijke stem niet verdrinken in de ruis van andermans meningen. Dat is mooi, hè? Nog een keertje. Je tijd is beperkt, verspil die niet door het leven van iemand anders te leven. Maar laat je eigen innerlijke stem, laat die niet verdrinken in de ruis van andermans meningen. Opnieuw, weet je wie je bent? Ben jij authentiek? Ja, dat is zo'n begrip wat we met elkaar... Is authentiek, wat bedoelen we daarmee? Authentiek. Het betekent letterlijk oorspronkelijk. Ben jij authentiek? Ben je oorspronkelijk? Ben je werkelijk de persoon zoals God het uiteindelijk bedoeld heeft? Ben je helemaal jezelf? Je moet jezelf zijn. Ja, maar dat is heel erg ingewikkeld. Dat is niet zo eenvoudig. Ik wil zeggen, joh, je moet jezelf zijn. Maar heel veel mensen kunnen dat niet zichzelf zijn. Want die weten niet uiteindelijk wie ze zijn. En dat is een reis die we moeten aangaan. Als je authentiek bent, dan vind je het niet raar om ook je positieve eigenschappen te laten zien. Dan ben je niet vals bescheiden. En dan vind je het ook niet moeilijk om je tekortkoming uiteindelijk te laten zien. Dan ben je gewoon uiteindelijk, dit is wie ik ben. Ja. En daar is soms moed voor nodig om dat te kunnen laten zien aan mensen. Een tijdje terug las ik een boekje, Kind aan huis, van Brennan Manning. Dat is al jaren geleden, jaar of 10 geleden denk ik. En dat had ik nodig in die fase van mijn leven. Ik was in een burn-out geweest. En die burn-out bracht heel veel dingen aan het licht. Ja, ook dat ik nog steeds niet helemaal mezelf was. Dat ik een people pleaser was. Was een deel de oorzaak van mijn burn-out uiteindelijk. En ik las dat boekje en ik heb met tranen in mijn ogen gelezen. En die man die schrijft het volgende op een bepaald moment. Hij zegt, Brennan Manning, dat was een Rooms-Katholiek priester die later getrouwd is, uitgetreden en in de bediening is terechtgekomen, heel veel boeken heeft geschreven, aan de alcohol verslaafd is geraakt, gescheiden is, opnieuw getrouwd en een hele geschiedenis. En die man die schrijft in het boekje het volgende. Toen ik 8 jaar oud was, werd een misleider in mij geboren. De onechte ik. Het Engels zegt die impositor. Die diende als verdediging tegen pijn. En dit is zo herkenbaar voor mij en ook voor velen hier zo. De indringer diep in mijn binnenste zei, zorg dat je nooit meer werkelijk jezelf bent, want niemand houdt van jou zoals je bent. Er is misschien niet ooit een moment geweest in je leven dat je dat besloot, maar misschien is dat in een periode geweest in je leven dat je gewoon merkte, hey, als ik me op een bepaalde manier gedraag, vinden mensen mij niet aardig of niet lief, krijg ik geen liefde, dus ik ga me maar anders gedragen. En ongemerkt ga je een rol uiteindelijk spelen. En deze Brennan, die zegt tegen zichzelf, niemand houdt van je zoals je bent, verzin maar een nieuwe ik, waar anderen wel van kunnen houden. Daarna werd ik een goede jongen, dat was zijn keuze. Hij denkt, hey, ik word een goede jongen, beleefd, welgemanierd, onopvallend, eerbiedig. Ik studeerde hard, haalde uitstekende cijfers, kreeg een studiebeurs voor de universiteit. Ik ontdekte dat een perfecte verschijning de waardering bracht waar ik zo wanhopig naar op zoek was. De grote scheiding tussen mijn hoofd en mijn hart bleef mijn hele bediening in stand. Hij was bang om zichzelf te zijn. Dit rollenspel ben ik heel veel in mijn leven tegengekomen. In de voorgangerswereld, waar ik natuurlijk heel lang heb verkeerd, kom ik echt in de bedieningwereld heel veel mensen tegen die een rol spelen. Die niet zichzelf zijn, die niet echt zijn. Die een voorkomen hebben of ze controle hebben over alle dingen, maar wat niet uiteindelijk de realiteit is, diep van binnen. Ik kan me nog herinneren, een voorganger die ik sprak jaren geleden, en die kwam ook op mij over als, nou, die heeft het wel gemaakt in zijn leven. Leidde een flink grote gemeente, had een boek geschreven, sprak op conferenties. En ik ontmoette hem op mijn leidersontmoeting, was mijn eerste ontmoeting. We gaven elkaar even een hand, we spraken kort. En het eerste wat hij zei van, Jan, zou je bij mij kunnen spreken? Ja, natuurlijk joh, moeten we even kijken. Enfin, de zon was aangebroken, ik sprak daar. Dus ik kende hem nauwelijks. En aan het eind van de preek, ik had wel in de gaten waar mensen stonden huilen. Ik zal maar een uitnodiging doen, er gebeurden dingen. Dus ik deed een uitnodiging. Maar ik had niet met die voorganger afgesproken wat te doen bij een uitnodiging. Dus ik was voor het eerst in die kerk, had geen idee hoe dat werkte. Dus ik keek hem aan, hij zat zo'n beetje waar Pieter Jan nu zit. Ik zeg, joh, kun je komen? En de oudste of een gebedsteam, ik weet niet hoe die gaat, zei ik tegen hem.
En er stonden een aantal mensen stonden op die me helpen. En hij bleef zitten. En ik weet nog dat ik dacht, hij heeft zeker een ATV-dag. En ik ging in de bediening. En een minuut of 10 bezig geweest met gebed. Uiteindelijk de aanbiddingsleider nam het over. En ik loop terug naar de plek waar ik zat, naast die voorganger. En ik kom dichterbij en ik zie dat ze wangen nat zijn van de tranen. En hij zegt tegen me, je hebt me diep geraakt. Kunnen we een afspraak maken? Ik zeg, joh, je overvalt me. Zullen we maandagochtend maar even mailcontact hebben? Ik zeg, heeft het haast? Hij zegt, zo snel mogelijk. Dus ik keek maandag in mijn agenda en ik heb wel een middag nodig. Ik heb een middag vrijgemaakt. Heb gemaild van, joh, je bent welkom die en die dag. Dan heb ik plek voor je. En hij kwam. En we begonnen opnieuw gecontroleerd. In de zin, hij had zijn façade weer opgezet. En een kwartiertje met elkaar praten. En ik denk, boem, weet je. En ik zeg, joh, laten we naar de kern gaan. Je zei afgelopen zondag dat je diep geraakt was. En wat in mijn preek heeft jou zo diep geraakt? En toen zei hij tegen me, je preek heeft me niet geraakt, zei hij tegen me. Nou, die wil je als spreker natuurlijk niet horen, hè? Kom op, hè. Dus daar heb ik hem even op aangesproken. Nee. En toen zei hij het volgende, dat heeft me diep geraakt. Hij zei tegen me, je preek heeft me niet geraakt, jij hebt me geraakt, zei hij tegen me. En ik begreep hem niet, zei, wat bedoel je, zei ik tegen hem. En hij begon niet te huilen. Hij zei, toen ik jou zag, gewoon hoe je bewoog, hoe je was, toen dacht ik, die vent is echt, is zichzelf. Hij zei, ik werd me pijnlijk bewust, Jan, van het feit dat ik al mijn leven lang een rol speel. En ik begon niet te huilen. En ik begon ook te huilen. Ik liep naar hem toe. En ik nam hem in mijn armen. En hij snikte op mijn borst. En hij zei, help me Jan. Ik ben zo moe van het spelen van rollen. Zo moe. Hij huilde met hem mee. En ik zei op een bepaald moment iets tegen hem van, joh, je moet eens weten wat voor reis ik heb moeten maken. Om mezelf te worden. Om echt te zijn. Om de Jan te zijn die je ziet. Ik heb me vaak een ui gevoeld. Ja, en daarbinnenin, daar was Jan, de verse die God bedoeld had. Allemaal lagen. En God heeft me laag voor laag gepeld. Ja, totdat de beste versie die Jan is, uiteindelijk openbaar zou komen. En ik zei, ik wil jou helpen op jouw reis. Om je uiteindelijk te ontdekken wie je zelf bent. En die reis zijn we samen aangegaan. Dat is al lang geleden. Ik kom hem nog regelmatig tegen. Hij is uiteindelijk in een andere gemeente terechtgekomen. En als ik hem zie, dan zie ik glimmende ogen. Zie ik stralende ogen. Dan zie ik een man die uiteindelijk heeft ontdekt wie hij is. Zo belangrijk. Zo belangrijk. Dat we authentiek uiteindelijk zijn. De Zwitserse therapeut Alice Miller beschrijft in haar boek het drama van het begaafde kind. Het onderscheid tussen het ware zelf en het onechte zelf. Ze zegt, het ware zelf is het zelf uit de kindertijd. Het zuivere, onbeschadigde zelf dat vrij, open, onbevangen, emotioneel toegankelijk is. Maar het angst om liefde te verliezen, en voor het verlangen om meer liefde te ontvangen en goedkeuring, gaat het kind zich aanpassen aan de omgeving. En daardoor raakt het van het ware zelf af en verwijdert het zich van zijn eigen kern. En geleidelijk aan ontwikkelt het een onechte zelf. En het ware zelf blijft verborgen en laat zich niet gemakkelijk meer terugvinden. Maar gelukkig met Gods genade kunnen we dat wel terugvinden. Nou, ik heb geleerd dat er twee dingen zijn, even kort nog, twee dingen zijn belangrijk om uiteindelijk jezelf te kunnen worden, te kunnen zijn. Het eerste is wat je niet moet doen en het tweede is wat je wel moet doen. Als jij jezelf wil worden, moet je jezelf niet vergelijken met anderen. Dat is zo belangrijk. Jij bent die ander niet. Dus vergelijk jezelf niet met anderen. Dat is dodelijk uiteindelijk. Ik zat 5 jaar geleden met een jonge bediening uit het land. Die best al op podia staat. En we hadden een mentorgesprek met elkaar. Ik weet nog waar het was. We zaten in het zonnetje, in het terras, aan een meertje. We hadden een paar uur met elkaar gewandeld. En we hadden het over dromen en visie. En hij zei tegen mij, hij keek me aan, hij zei, Jan, ik wil de beste spreker van Nederland worden, zei hij tegen me. En hij keek me aan met ogen zo, wat vind jij daarvan? He, zo van, denk je dat ik dat kan worden? En ik liet hem even stuiteren, het balletje. En ik zei tegen hem, nou, die ambitie heb ik niet, zei ik tegen hem. Ik zeg, weet je wat mijn ambitie is? Ik wil graag de beste versie van Jan Paul worden.
En hij keek me aan. Ik zeg, ik zal het je uitleggen. En hij zegt, als ik de beste spreker van Nederland wil worden, ga ik mezelf vergelijken met anderen. En dat is dodelijk uiteindelijk. Er kunnen twee dingen gebeuren als ik mezelf vergelijk met anderen. Als ik mezelf vergelijk met Pieter Jan, dan denk ik, ik heb het zo slecht nog niet gedaan. Dan word ik hoogmoedig. Ja. Maar als ik mezelf vergelijk met Jan Gerard, waar zit je? Ik vind dat zo mooi als jij op het podium staat. Dan denk ik, ik kan niet in je schaduw staan. Ja? Dan voel ik me minder waardig. Ik moet mezelf niet vergelijken met anderen, want ik ben die ander niet. Ik ben Jan. Er is niemand zoals ik. Of denk je nou echt dat als jij voor de troon van God komt, dat God tegen je zegt, waarom was je niet meer als... Nou, noem eens een beroemdheid, moeder Teresa. Hè? Waarom was je niet meer als David de Vos? Waarom was je niet meer als... Hij zal tegen je zeggen, waarom was je niet meer jij? Zo'n stukje bedoeld dat. Zoals ik je gegeven had als een geschenk aan deze wereld. Weet je dat jij een geschenk bent aan deze wereld? God heeft je op de aarde gezet om een geschenk te zijn voor anderen. Maar dat kan hij alleen maar optimaal doen als jij ook werkelijk de persoon bent zoals God dat bedoeld heeft. Dus vergelijk jezelf niet met anderen dodelijk. Ik weet nog goed, jullie kennen Klaas van Dender, die sprak hier ook wel eens vroeger. Nou, ik heb Klaas 8, 9 jaar geleden leren kennen. Hij belde hem op en ik kende hem verder niet, maar hij zei, joh, kunnen wij eens kennis maken? Ja, tuurlijk, we zitten met elkaar in een gesprek. Leuk gesprek. En na een half uur zegt hij, Jan, ik heb eigenlijk een doel met dit gesprek. Hij zegt, ik zit met een dilemma. Ik heb het idee dat God iets van me vraagt. En hij zegt, wil je even spiegelen? Ja, tuurlijk, joh. Dus hij vertelt wat hij meende dat hij moest doen. Hij zegt, wat vind je? Nou, ik zeg, Klaas, spijt me, maar ik zou dat nooit, maar ook nooit van mijn leven doen, zei ik tegen hem. En daarna zei ik tegen hem, maar ik ben Jan en jij bent Klaas. En ik geloof dat God zegt dat jij het wel moet doen. Hij viel van zijn stoel, zei hij later. Hij zei, dat heb ik nog nooit meegemaakt. Als ik aan iemand vraag, wat vind jij? En die zegt dan, nou, ik vind het niet. Dus met andere woorden, jij moet het ook niet doen. Ik zeg, nee Klaas, maar jij bent Klaas, ik ben Jan. Ik sta niet in jouw schoenen. Dat doen we veel te veel, in andermans schoenen staan. Ja, dat recht heb je niet. Dus vergelijk jezelf niet met anderen. Het tweede wat je wel moet doen, dus dit moet je niet doen... Je moet van jezelf houden. Ik heb vanochtend nog voor de spiegel gestaan. En toen heb ik die woorden even geciteerd van David. Ja, David zegt in Psalm 139. Ik loof u om het ontzagwekkend wonder van mijn bestaan. Wonderbaarlijk is wat u gemaakt hebt. Ik weet het door in diep van mijn ziel. Yo, ik stond voor die spiegel. En ik dacht, oh man, wat ben je ook goddelijk man. Wat zie je er geweldig uit, Jan. Wie heeft er nog meer zo voor de spiegel gestaan? Ja. En we lachen met elkaar. We lachen met elkaar. Maar heel veel van jullie kunnen dat niet zeggen. Heel veel van jullie zijn niet blij met jezelf. Eerlijk zijn. Zoveel mensen zijn niet blij met zichzelf. Van jezelf houden wil zeggen dat je zelf aanvaard bent en blij bent met jezelf. Ik ben blij met mijn lichaam, blij met mijn karakter, blij met mijn eigenaardigheden. Ik weet niet of mijn omgeving er ook blij mee is. Maar zo ben ik gemaakt, dit is wie ik ben. Misschien moet ik eens met Marijk praten en over mijn eigenaardigheden. Maar zo belangrijk dat je jezelf aanvaardt zoals je bent. Want God heeft jou aanvaard zoals je bent. Zoveel christenen zijn niet tevreden. En die zeggen maar... Hè, Heer, ik ben niet tevreden met mijn lichaam. Heel veel mensen zijn niet tevreden met hun lichaam. Die vinden dat ze andere vormen, andere weet ik wat, iets moet groter of kleiner. He, daarom doen we er ook van alles aan. Waarom? We zijn niet blij met onszelf. Heer, ik ben niet blij met mijn karakter. Ja? Ik ben niet blij met mijn talenten. Weet je wat je doet als schepsel? Je zegt tegen de schepper, u heeft het niet goed gedaan. Dat is eigenlijk wat je zegt. U heeft het niet goed gedaan. Ik had anders willen zijn. Maar God heeft je gemaakt zoals je bent. En de kunst is om van jezelf te houden. Nou ben ik hier in een evangelische gemeente, dus hier valt het wel mee, denk ik. Maar ik spreek heel veel in traditionele kerken. Dat vind ik de mooiste plek echt waar om te mogen dienen. Maar als ik daar dit zeg, dan wordt het onrustig in de zaal. Want men denkt nog steeds dat van jezelf houden, dat het zondig is. Ja, nee, je moet jezelf toch kruisigen. Nee, je moet je vlees kruisigen, maar niet je unieke persoonlijkheid. Ja. Vlees moet je kruisigen. Maar je hebt een unieke persoonlijkheid gekregen.
En weet je, de man die ik al 42 jaar volg, heeft het volgende gezegd toen iemand bij hem kwam. Wat is het grootste gebod, vroeg een wetgeleerde aan Jezus. En weet je wat Jezus antwoordde? Het grootste gebod, zegt hij, is God liefhebben bovenal. Met heel je hart, met heel je ziel, met al je kracht, met alles wat in je is. En je naaste als? Ja. Dat staat er echt. Je kunt niet van een ander houden als je niet eerst geleerd hebt om van jezelf te houden. Sommige mensen denken, ja, maar dan word ik een egoïst. Nee, je wordt juist een egoïst als je niet van jezelf houdt. Want als je niet van jezelf houdt, heb je anderen nodig om jouw waarde te geven. Heb je anderen nodig om jou te bevestigen. Word je een nemer. En ik heb ze gezien, huwelijken waar mensen met elkaar trouwden en alle twee het van de ander verwachten. Alle twee een lege tank door die ander gevuld moest worden. En wat krijg je? Je haalt elkaar helemaal leeg, joh, en het huwelijk gaat uiteindelijk niet functioneren. Je moet leren van jezelf te houden. Ik ga het nog scherper zeggen. Nu gaan er misschien mensen weg, een gekheid hoor. Maar joh, ik ben verrukt over mezelf. Echt waar? En weet je waarom? God is verrukt over mij. God is verrukt over jou. Echt, hij is zo blij met jou. Zoals hij jou gecreëerd heeft. Dus probeer in die spiegel te kijken voor jezelf te houden. Nou, het laatste even, de band mag naar voren komen. Je kunt alleen maar van jezelf houden, dit is belangrijk, als er iemand in je leven is die onvoorwaardelijk van jou houdt. En die is er. Geen mens houdt onvoorwaardelijk van jou. Marijke houdt zielsveel van mij, maar niet onvoorwaardelijk. Ze doet wel pogingen, maar het lukt niet altijd. Maar God houdt onvoorwaardelijk van mij. En als ik dat besef, man, weet je, dan ga ik opnieuw voorbidden. Als ik dat God onvoorwaardelijk van me houdt, dan kan ik leren ook uiteindelijk om van mezelf te houden. En dan heb ik ook de moed om gewoon Jan te zijn zoals God het bedoeld heeft. Wat mensen daar ook van vinden, want mensen hebben altijd een mening over jou, ook over mij. Ik kan je wel eens een stapeltje mails laten lezen wat ik wel eens naar me toe geschreven krijg. Maar God houdt van jou. Je mag wat spelen. En die liefde. Ja, ik bedoel niet met speelgoed of zo. Maar. Ga vast maar staan. Dit heb je me misschien wel eens meer horen zeggen, maar je moet het opnieuw horen. Goed luisteren. Je kunt Gods liefde voor jou niet thermostatisch beïnvloeden. Wil je dat nooit vergeten? Opnieuw. Je kunt Gods liefde voor jou niet thermostatisch beïnvloeden. Die kun je niet hoger of lager zetten. Niets wat jou doet, beïnvloedt Gods liefde voor jou. Dat is zo belangrijk om dat te beseffen. Daarmee wil ik niet zeggen dat God blij is met alles wat je doet. Dat is heel wat anders. Maar hij is blij met jou. Hij is verrukt over jou. Zijn glimlach is over jou. Hij houdt van je. Punt. Hij is liefde. Hij houdt zo ontzagwekkend veel van jou. Ben je dat bewust? Hij houdt van je als niemand anders van je houdt. Wat je ook gedaan hebt. Die heilige God. Die mensen in de Bijbel doet beven. Die houdt van jou. Ik was een tijd terug met mijn boek Gods Meesterwerk bezig. De kerk Gods Meesterwerk. En toen schreef ik het volgende op. Johannes ziet ogen die vlammen en dwars door hem heen kijken. Niets is voor God verborgen. Hij ziet uit de mond van Jezus een tweesnijdend zwaard komen. Uit de mond van koning Jezus komen vlijmscherpe woorden. Die woorden dringen diep door in elk mensenleven en brengen scheiding tussen leugen en waarheid in je hart en ontmaskeren elke vorm van onoprechtheid. En die God, die alles van me weet, die houdt toch onvoorwaardelijk van mij. Er is wat. Man, en als dat je raakt, joh, dan kan je voor die spiegel staan en zeggen, Heer, dank u wel voor het ontzagwekkend wonder wat u gecreëerd heeft in mij. Dan heb je de moed om authentiek te zijn, om jezelf te zijn. Het onwillegbare bewijs van zijn liefde voor jou heeft hij laten zien aan het kruis. En jouw identiteit,
jouw identiteit mag rusten in de oneindige liefde van God, die in Jezus Christus werd geopenbaard. We gaan met elkaar een lied van aanbidding zingen, maar ik wil eerst vragen of je met mij een proclamatie wilt doen. Ik weet niet of hij verschijnt op de beamer, ik had hem doorgestuurd, maar ja. Lees hem eerst maar even voor jezelf, dan weet je ook zo meteen wat je proclameert. Deze proclamatie is zo belangrijk geweest voor mijn leven. Weet je, het is niet zo dat ik hier altijd leef. Oh nee. Ik heb het ook nog wel eens moeilijk als ik afgekraakt word, als mensen me kritiek op me hebben. Ja? Maar dit is wel mijn verlangen. Om zo te leven. Dus ik wil je vragen om met mij dit te proclameren hardop. Zullen we doen? Daar gaat hij. De grondslag van wie ik ben, wordt niet bepaald door mijn bezittingen, mijn successen, mijn talenten of de waardering van andere mensen. Mijn identiteit verandert niet doordat mijn ouders, partner of anderen mij de hemel in prijzen of mij afkraken. Mijn waarde wordt niet beïnvloed door applaus of boegeroep. Het enige wat echt telt is dat ik ben verankerd in de liefde van de Vader. En die Vader zegt tegen mij: jij bent mijn kind, mijn geliefde. Amen. Hou dat mijn geliefde. Amen. Hou dat vast. Ik wil je vragen om gewoon even iemand vast te houden. Gewoon iemand vast te houden. Vader in hemel, wilt u komen op dit moment, Heer. Heer, en door de rijen heen gaan, Heer. En door elkaar heen gaan, Heer. En ons aanraken met uw liefde, Heer. U heeft geen andere armen dan de onze, Heer. Geen andere ogen dan de onze. Geen andere mond dan de onze. Heer, wij zijn uw lichaam hier op aarde, Heer. En ik bid op dit moment, Heer, dat mensen geraakt worden door die liefde. Kijk maar even iemand aan en zeg maar even tegen hem: joh, je bent zo geliefd door de Vader. De Vader houdt zo ontzettend veel van jou. Hou dat vast. Dan, Gerard, ik geef het over aan jou.